eerste controle. Nou, elk kond die bij ons binnenkomt, die wordt nagekeken door de dierenarts. Dit is Renata, een van onze dierenartsen. Dat is Misha, de assistente. Hun twee die komen eigenlijk elke dinsdag en vrijdag, hebben wij de spreker voor alle asieldieren. Hun kijken de honden na, de katten na. Eigenlijk alle dieren die hier binnenkomen, die worden dus nagekeken. Ze worden gechipt, geënt, ontwormd en ontvlooid. En daarnaast worden ze dus medisch nagekeken. Op het moment dat een dier ziek is, dan is het verblijfsduur langer. Alleen wij gaan wel, zeg maar, wij halen alles uit de kast om het dier te helpen. Dus wij hebben hier ook nu ook weer twee katten zitten, die zijn geopereerd. Die zijn op straat gevonden met een breuk. Dus die worden dan hier, ja, die worden dan extern worden ze geopereerd en daarna komen ze hierheen voor revalidatie. We proberen voor deze dieren, omdat het de lange, ja, hun zitten hier langer, hun zitten minimaal 6 tot 8 weken. Dus voor deze dieren zijn we altijd wel op zoek naar gastgezinnen die deze dieren kunnen opvangen. Zodat ze niet hier in het asiel moeten blijven, maar dat ze gewoon in een thuissituatie kunnen revalideren. Hallo allemaal, ik ben Danny. Hoi, ik ben Charlene. En wij spelen in de Woof Side Story. Ja, ja. En ik speel daar Willemijn, een hondje. Ik speel Phyllis, een straathond. En we zijn hier in het dierenasiel en we gaan vandaag op bezoek bij Bobby en Dena. Dit is Dena, dit is Bobby. Bobby. Hele lieve honden. Allebei 10 jaar oud. Ja, labradors. Heel mooi. En zij zoeken een baasje samen. Zijn fantastische honden, ja, beetje lomp. Heel erg goed met kinderen. Ja, nee, maar een beetje lomp, dat is niet bij te jong. Nee, dat wel. Dat maar maakt niet uit, toch? We gaan nu naar ze toe. Ja, ik ben benieuwd. Bobby en Dena zitten hier bij ons in het asiel. Ze zijn afgestaan en ze zijn allebei rond de 10 jaar oud. Ze kunnen in principe met kinderen. Volwassen mensen vinden het ook heel leuk. Alleen met kinderen, we doen wel liever boven de 12 jaar, omdat ze best wel, nou ja, je hebt net buiten gezien. Ze houden van spelen. Ja, ze houden heel erg van spelen. En met brokjes natuurlijk zijn ze ook niet echt heel erg voorzichtig. Dus vandaar dat we zeggen, niet bij jonge kinderen. Daarnaast houden ze dus van ballen, van rennen, van, nou ja, met hardlopers en fietsers vinden ze het leuk om mee te rennen. Als je ze los hebt. En naar honden zijn ze op zich ook wel leuk. Alleen ja, Bobby is toch wel een klein beetje nog beschermend tegenover Dena. Maar in principe gaat het gewoon goed. En met katten doen we ze niet. Want daar, het blijven een beetje jachthonden. Dus ze vinden het gewoon heel leuk om er achteraan te rennen. How much is that dog in the window?